Het is voor nu nog onduidelijk als Stanley Raghubarsingh de volgende minister van Financiën wordt. In een gesprek met de nieuwsdienst geeft de politicus aan president Chandrika Prasad Santokhi niet voor de voeten te willen lopen. Raghubarsingh, die gewezen minister is op de departementen Planning en Ontwikkelingssamenwerking PLOS en Landbouw, Veeteelt en Visserij LVV, bevestigt wel dat hij op de lijst van de president staat en daadwerkelijk een gesprek heeft gevoerd met het staatshoofd. Al enkele dagen loopt het nieuws als een lopend vuurtje dat Raghubarsingh de schepter zal gaan zwaaien op het ministerie van Financiën en Planning. Morgen belegt de president een persconferentie waarbij de benoeming van een nieuwe financiënminister ook aan de orde komt.